Ik zou heel graag een complimentje voor je schrijven. Een compliment? Ja, dat mag altijd. Ja, nou. Dat is toch heel prettig? Ja, yeah, what is your name? Mau. Hallo. Jij wacht op Steve en Suzanne. Ja, klopt. Ja. Wie zijn dat? Dat zijn mijn gastouders uit Amerika. Oh, wat leuk. Ja, daar heb ik een jaar bij gewoond. Een heel jaar? Ja, ik wou heel graag een jaar high school doen. En toen ben ik bij hun terechtgekomen en zij hebben mij uitgekozen. En wat daar, super. Ja. En wat zijn het voor mensen? Kun je daar iets over vertellen? Het zijn echt hele leuke mensen. Het klikt ook echt tussen ons. Ja. En het voelt echt als mijn tweede ouders, zeg maar. Het is echt lief. Ja. Ik ben heel blij dat ik ze in mijn leven heb. Wat super. Ja. Bijvoorbeeld Steve, wat is dat voor man? Wel een beetje stoer. Een beetje stoer? Maar ook heel lief, zeg maar. Hij is echt een hele lieve man. Heel lieve man. En Suzanne? Suzanne is altijd heel vrolijk en heel positief. En houdt gewoon van avonturen beleven. En ik kan heel goed met haar overweg. Ja. Dankjewel voor het delen daarvan. En dan gaan we wachten tot ze aankomen. Het kan nooit lang meer duren. Goedemorgen. Goedemorgen. Op wie staan jullie te wachten? Wij wachten op een dochter en haar vriend. Dochter en haar vriend? Ja. En waar zijn ze geweest? Ze zijn op wereldreis geweest. Ze zijn gestart in Suriname. En nu zijn ze op de terugreis via New York weer hier naar Amsterdam. Ze zijn 5 maanden op reis geweest. Ja, bijzonder is ook dat ze thuis alles opgegeven hebben. Hun banen opgegeven. Voordat ze weggingen. Omdat als ze terugkomen, dan zijn ze een weekje maar bij ons. En dan gaan ze emigreren naar Zweden. Oh, wauw. Zou uw dochter kunnen omschrijven in uw schoonzoon? Het is mijn dochter is een heel knap meisje. Ze heeft een Surinaamse moeder, ik ben niet haar moeder. Maar het is gewoon een heel leuk koppel, enthousiast en nieuwsgierig. Super, nou, wij gaan op pad, wij gaan ze zoeken. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd naar hoe je reactie had. Ja, ik ook. Goedemorgen. Hallo. Mag ik vragen op wie jullie staan te wachten? Marlon. Mijn beste vriendin en mijn zus. Zus. Ja. En daar hebben jullie een fantastisch spandoek voor gemaakt, of niet? Ja, klopt. Mag ik hem zien? Zeker. Hoe lang is ze weg geweest? Half jaar. Waar is ze heen geweest? Tanzania, Afrika. Half jaar naar Tanzania. Ja. En waarvoor? Stage in het buitenland. Verpleegkundige in een ziekenhuis. En dat zegt ook wel wat over haar, want wat voor een meisje is ze? Heel gedreven. Heel vrolijk. Heel leuk. Ja, gewoon grappig. Ja. Kinderachtig. We gaan het meemaken. Nou, we gaan even op haar wachten en dan zien we er zo. Oké, leuk. Are you Steve and are you Suzanne? We are. Do you know Kimberly? Well, we have a compliment for you. Mag ik het aan jullie voorlezen? Ja, natuurlijk. Mooiste Marlon. Zonnestraal. Gezellige, liefdevolle persoonlijkheid. Super Steve and Suzanne. Warm and giving, a wonderful couple who make you feel at home. Vol assertiviteit en positiviteit geven jullie alweer 6 jaar samen het leven glans. In de bloei van je leven heb jij eindeloos veel te geven aan de mensen om je heen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver over de grens laat jij je passie en kennis zien. Full of fun, caring and sharing with love and passion. You give others the space and attention they need to feel safe and grow. Met een open blik naar de toekomst en het onbekende. Slimme technische man, een beauty with brains. Reis lustig knap stijl. Het leven lacht naar jullie. Dankjewel. Alsjeblieft. Een onmisbare kanjer, you are on fire. Alsjeblieft. Oh, bedankt. A true terrific couple to cherish forever. Oh, so sweet. Okay, where is she? She's waiting for you outside. How are you? Hello. 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 How are you? Hi. Ik wou niet huilen. Hey. Hello. I like it to be here. Ja. Zo. Heb je hem ook gemist? Nee. Beetje maar. Klein beetje.